Welkom terug en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Bier met Menno. Het is alweer vrijdag en weer een nieuwe bierreview, hè. Vandaag, vorige week heb ik een Imperial Stout gereviewd voor jullie. En dit keer gaan wij naar een andere bierstijl. Het is de bierstijl A Triple van een Nederlandse brouwerij. Het gaat om brouwerij Maallust. Zware jonge triple bier met toewijding gebrouwen uit Veenhuizen. Check. Leuk flesje. Ander formaat. 30 centiliter fles is het. Het bier komt met een alcoholpercentage van 8,7%. En dit wordt mijn eerste bier van Maallust. Ik heb nog nooit een bier van Maallust gedronken, überhaupt. En dus bij deze is ook de eerste review. Op het flesje staat bezoek onze brouwerij. Even kijken. Er staat onder Maallust bevindt zich in het Drentse Veenhuizen. Deze plek is nauw verbonden met de 1818 opgerichte maatschappij van weldadigheid die bedelaars, wezen en landlopers hielp een nieuw leven op te bouwen. Onze brouwerij is gevestigd in de oude graanmaalderij. Geniet hier van onze authentieke speciaalbieren in het Maallust proeflokaal. Gewoon doen een keer. Houdbaarheidsdatum is 7/20/22. Nou, die is nog wel een tijdje goed. En drinktemperatuur is 8-9 graden serveren. Uitserveren in een bokaalglas heb ik niet. Ik heb dit glas. En ik ben gewoon benieuwd. Ik ga hem openmaken met beerexperiencebox.nl opener. Ik heb het pakket gekregen. En ik dacht, weet je, daar gaan we dan ook wel mee openen. Toch? Hij komt er. Komt hij? Nee, hij komt niet naar boven. Top. En we gaan hem gewoon in het glas schenken. En ik ben benieuwd. Weer eens een keer een trip op mijn kanaal. Voor mij tweede of derde op mijn kanaal. We zetten hem netjes neer. En geur. Nee, ik zeg het fout. Eerst de kleur, dan de geur en dan de smaak. Kleur is gewoon echt een triple kleur. Beetje koolzuur zie ik een beetje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Schuimkraag is mooi wit. Hij blijft goed staan, de schuimkraag. Mooie witte, volle schuimkraag. Ik ga gewoon naar de neus, toch? Ja, het is gewoon echt een triple geur. Kruidig. Beetje kruidnagel ruik ik erin. Heel licht sinaasappel. Heel licht. Ik ben gewoon benieuwd weer. Hier bij Bier met Menno. De triple van Maallust. De zware jonge triple bier van Maallust. Ik zeg proost. Echt een echt triple smaak. Kruidig, licht kruidig. Ik vind hem niet echt. Hij is wel kruidig, maar niet echt wat je in sommige trippels hebt dat echt 100% kruidig is. Gewoon licht kruidig, goed. Kruidnagel proef ik erin. Heel licht banaantjes. Hij is ook vol moutig. De mouten smaak is vol. Het schuimkraag blijft gewoon prima staan, hè. Droge afdronk. Sinaasappel ruikt ik in de geur, maar in de smaak komt het niet terug, dus. Kruidnagel is wel beter te ruiken trouwens, nu. Maar goed kruidig. Soms heb je bij die bieren ook bij de trippels dat je meteen de kruiden proeft. En hier is dat lichtelijk aanwezig. Goed aanwezig. Ja, moutig, licht banaantjes.
Ik kan hier wel van genieten. Op de, wat is het vandaag? Woensdagavond. Op de woensdagavond kan ik hier van genieten. Sorry. En we gaan hem gewoon natuurlijk een cijfer geven. Hier, bij Bier met Menno. Wat we altijd doen, hè. Altijd cijfers voor bieren is altijd goed. Dit bier krijgt van mij, van, Brouwerij Malus, hun zware jonge triple bier, krijgt van mij een mooie 7,5. Prima, voldoende. Ik ga hier zeker van genieten, nog even op de woensdagavond. Mijn eerste en mijn laatste bier van vanavond, want morgen moet er gewoon gewerkt worden, hier. Ook bij Bier met Menno, of course. En dan was dit de review van Malus, hun zware jonge triple bier. Van 8,7% was het, hè? 8,7% aan alcohol. En dus wil ik jullie bedanken. Ik kan nog wel even de ingrediënten zeggen aan het einde van de review. Maar daar heb ik geen zin. Kom ik nu achter. We laten dit er gewoon ook in. 7,5 voor Malus, hun zware jonge triple bier. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zet even in de comments of jullie dit bier van Malus al hebben gedronken. Vind ik altijd tof om te lezen. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En zet meteen even, voor mij is het die kant, als ik het goed heb, dat belletje aan. Want dan krijg je elke vrijdag rond 7 uur, half 8, een melding dat mijn nieuwe review op Bier met Menno op YouTube online staat. Ik wil jullie bedanken en ik ga er lekker van genieten. Ik zeg proost!